Goedenavond. Remco Evenepoel wint zo goed als zeker de Ronde van Spanje. En dat maakt al heel wat emoties los na de laatste bergrit. Charles is officieel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk en het gemenebest. En een verrassende doorbraak in de oorlog in Oekraïne. Want Oekraïnse troepen zijn in snel tempo een groot stuk gebied aan het heroveren. Welkom. Hij had zijn zinnen gezet op de Vuelta. En zonder ongelukken wint Remco Evenepoel morgen ook de Ronde van Spanje. In de voorlaatste etappe, een zware bergrit, kwam hij niet meer in de problemen. En zo mocht hij na de rit opnieuw in zijn rode leiderstrui het podium op. Het besef dat hij zijn eerste grote ronde wint, maakte veel emoties bij hem los, eens over de streep. Amper 22 is Remco Evenepoel en hij bezorgt ons land na 44 jaar dus nog eens een leiderstrui in één van de drie grote rondes. Ik heb de Vuelta gewonnen. Morgen nog recht blijven, maar dag in, dag uit blijven met die rode droom in zitten. Je wilt gewoon naar hier komen om een goede Vuelta te rijden, maar je droomt stiekem van het rood. En om het dan te kunnen waarmaken is, ja, ik heb er gewoon geen woorden voor, maar ik denk, we zijn nu ongeveer in 2 jaar, exact 2 jaar. Op dit moment lag ik nog in mijn ziekenhuisbed thuis, dus van een ommekeer gesproken. Hè. Het is inderdaad een sprookje voor Remco Evenepoel. En er lag veel druk op zijn jonge schouders. Maar in deze Vuelta loste hij alle verwachtingen in. Met 2 ritzeges en de rode trui en de witte trui. Vandaag probeerden de concurrenten hem nog te kloppen, maar onze landgenoot hield stand. 5 stevige bergen moet Remco Evenepoel nog overleven en dan wint hij de Vuelta. Zijn ploeg Quickstep Alpha Vinyl controleert de koers. Alles loopt volgens plan. Een kopgroep met Carapaz, Higuita en Mijntjes krijgt een vrijgeleide. Zij vormen geen bedreiging. Pas op de voorlaatste klim trekt Enric Mas, de belangrijkste belager van Evenepoel, ten aanval. Aanval Mas op de voorlaatste beklimming. Net wat Evenepoel voorspeld had. Ja, bro. Verrast kan je hem niet noemen. Evenepoel reageert alert en kijkt de Spanjaard eens diep in de ogen. Koers is ook psychologie. En ook op de allerlaatste klim geeft Evenepoel geen krimp. De ritoverwinning is voor bergkoning Carapaz als een derde deze Vuelta. Maar de eindoverwinning is voor deze Belg van 22 uit Schepdaal. En Remco Evenepoel wint morgen de Ronde van Spanje. De schavuit van Schepdaal gaat het doen 44 jaar na Johan de Munk. Evenepoel laat zijn tranen de vrije loop. Morgen eindigt de Vuelta met een slotparade naar Madrid. En ook in Schepdaal, de thuisbasis dus van Remco Evenepoel, is er intens meegeleefd met de beslissende rit vandaag. Op een groot scherm voor supporterscafé De Rustberg zagen honderden fans hoe hun pupil de Vuelta won. En dat zorgde natuurlijk ook daar voor heel veel emoties. Ik hoop dat de 13 kilometer rap door zijn, dat we bevestiging krijgen van hetgeen dat we al lang hopen. Want dit is... Dat is niet goed voor mijn hart. Ook niet voor mijn emoties. Dat is te veel. Zo intens wordt er meegeleefd met de laatste kilometers van Remco Evenepoel. Pas op 2 kilometer van de finish durven ze een eerste keer te juichen. De ontlading wanneer hij over de meet komt is groot. Fantastisch. Heerlijk, heerlijk, heerlijk voor die gast. Ja, ik denk dat heel België eigenlijk moet rechtstaan nu en niet te rood gekleurd worden. Want dit is na zoveel tijd eindelijk een grote rit, een grote race gewonnen door zo'n jonge gast. Een hele toffe kerel. Het is super. We zijn, laatste keer, Johan de Munk, dat is al ver historie. Wij als jonge gasten, we hebben daar geen notie van. En om dit nu live mee te maken in supporterscafé van Remco is fantastisch. Door de regen blijft een groot volksfeest een beetje uit, maar wie wel gebleven is, krijgt een mooie regenboog te zien. Ja, misschien is dat een teken voor wereldkampioen of zo. Dan sta jij hier terug over 2 weken? Waarschijnlijk wel, ja. En terug met een pintje. En we gaan er terug van genieten dan. Super. MUZIEK
three cheers for His Majesty the King. Hip, hip. Hooray. Hip, hip. Hooray. Hip, hip. Hooray. Met een eeuwenoude ceremonie is Charles nu ook officieel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. De erkenning van Charles gebeurde door de zogenoemde Privy Council. Dat is een speciaal bijeengeroepen kroonraad die bestaat uit de belangrijkste politici, Anglicaanse kerkleiders en ook rechters. We therefore publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. Een eeuwenoude traditie is het. De naam van de nieuwe Britse koning wordt afgekondigd op het balkon van St. James's Palace in Londen. Net daarvoor waren Boris Johnson, David Cameron en Theresa May, drie ex-premiers, als leden van de zogenoemde Privy Council getuigen op de formele benoeming van Charles tot koning. Dat gebeurde binnenin St. James's Palace, eerst zonder dat Charles erbij is, maar wel in aanwezigheid van zijn vrouw Camilla en zijn zoon Prins William. God save the king. God save the king. Even later in de troonzaal mag Charles als nieuw staatshoofd voor zijn Privy Council, een soort kroonraad dus, zijn soevereine macht bevestigen. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity of the peoples of these islands. En vanavond heeft koning Charles opnieuw de tijd genomen om enkele van de duizenden mensen te begroeten die in de buurt van Buckingham Palace waren. Ook zijn echtgenote, koningin gemalin Camilla, was erbij. En ook zij sprak met enkele aanwezigen. In de vooravond dan hadden de kinderen van Charles al hetzelfde gedaan. Opvallend, de prinsen William en Harry kwamen samen naar buiten bij het kasteel van Windsor. En ook hun echtgenoten Kate en Meghan waren erbij. Ze bekeken de bloemen die er zijn neergelegd als hulde aan de overleden koningin. Maar evengoed de vele gelukwensen voor de nieuwe koning. De relatie tussen beide broers zou verzuurd zijn, maar nu kwamen ze dus zij aan zij naar buiten. En de andere kinderen en kleinkinderen van de overleden koningin, wel, die waren nog op Balmoral, het buitenverblijf van de familie in Schotland. En ook zij kwamen de Bloemenzee daar bekijken. Een emotioneel moment toch voor Eugenie, de dochter van prins Andrew, die een traan moest wegpinken. Intussen is bekendgemaakt dat de staatsbegrafenis voor Elizabeth zal plaatsvinden op maandag 19 september en dat in Westminster Abbey. En dan naar Oekraïne, want in het noordoosten van het land boekt het Oekraïense leger op dit ogenblik forse winst. Net onder de stad Kharkov is de Russische verdedigingslijn aan het instorten. Vandaag heeft Oekraïne de logistiek belangrijke stad Kupiansk ingenomen en de Russen hebben zich ook uit de strategische stad Izium moeten terugtrekken. Al spreekt Rusland zelf van een hergroepering. Oekraïense soldaten passeren een achtergelaten Russische panzerwagen met het teken Z als ze Kupiansk binnenrijden. De beelden staan op het sociale mediakanaal Telegram en de echtheid ervan is niet onafhankelijk bevestigd. Wel bevestigd is het feit dat Oekraïne het belangrijke spoorwegknoop in Kupiansk heroverd heeft op Rusland. Begin deze week zet Oekraïne in deze regio een verrassingsoffensief op. De troepen rukken razendsnel op, zegt het leger. Na Oekraïne napremkach. Підрозділи сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області. Ізюм. Dit zouden Oekraïense soldaten zijn aan de rand van Izium, bij een verlaten Russisch checkpoint. Russische troepen zijn in de haast uit Izium vertrokken, al luidt de officiële verklaring anders. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. Изюм was strategisch een heel belangrijk regionaal commandocentrum van het Russische leger. Door te spreken over een hergroepering lijkt Rusland vooral een zwaar verlies te willen camoufleren.
In Vlaanderen zijn er meer dan 4000 vacatures in de zorg. En tegen 2030 zijn er zelfs meer dan 50.000 mensen nodig. Personeel vinden is dus de boodschap voor de zorgorganisaties. Maar ja, hoe doe je dat? Tijdens de wekelijkse markt bijvoorbeeld. Ludiek en heel laagdrempelig. Zelf willen de zorgorganisaties de job aantrekkelijker maken door onder meer flexibel te zijn in het takenpakket. Maar ze rekenen ook op de overheid. Als je de krapte ziet op de arbeidsmarkt en je vergelijkt dat met wat daar jaren gebeurd is in de ICT-wereld bijvoorbeeld, dan zijn al die lonen naar omhoog gegaan, want zij moesten aantrekkelijk zijn. Wij zien niet hetzelfde in de zorg. Dus ja, ik denk dat daar zeker nog iets kan gebeuren naar onze mensen. En je kwam ze misschien online alles tegen. Petities van politieke partijen voor bijvoorbeeld het afschaffen van de accijnzen of voor meer geld voor jobs in de zorg. Maar daar mag je je toch vragen bij stellen. Want zulke petities worden uiteindelijk nooit ingediend. Maar dienen vooral om je gegevens te achterhalen. Bovendien zijn ze niet eens geldig in onze parlementen. Dat blijkt uit onderzoek van het nieuwe Radio 1-programma Het Uur van de Waarheid. Niemand anders moet in onze plaats beslissen wat we met ons lichaam doen. Goedele Liekens strijdt voor het recht op abortus. Wie wil, kan de bijhorende petitie van Open VLD tekenen. En het is niet de enige online petitie. Groen, PvdA, Vooruit, Open VLD en Vlaams Belang, allemaal hebben ze er lopen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Maar die petities lijken ons misleidend, want ze worden zelden of nooit afgegeven. Meer nog, in zowel het Vlaamse als het federale parlement zijn dit soort internetpetities niet toegestaan. Het is niet noodzakelijk misleidend. Ik denk dat er wel degelijk legitieme doelstellingen kunnen zijn. Maar anderzijds wordt er dan ook niet duidelijk gemaakt wat dan wel de bedoeling is van de petitie. Het is eigenlijk dat stilzwijgen dat een beetje problematisch is. Als we de partijen om uitleg vragen, komt hier. En uitgebreid. Het dient om te weten of een thema leeft of om dossiers te onderbouwen. Daarnaast zijn ze vooral bedoeld voor het verzamelen van mailadressen, telefoonnummers en zelfs thuisadressen, gekoppeld aan onze politieke interesses om dan hun communicatie persoonlijker te maken. Dat mag, tenminste als ze zich houden aan de privacyregels. Op zich heeft iedereen het recht, en dus ook politieke partijen, om online gegevens te verzamelen. Maar het is niet de bedoeling dat je een privacy-expert bent of dat je moet gaan verdwalen in ellenlange privacyverklaringen. En dat is een probleem bij elk van die online petities. En dat is een schending van het gegevensbeschermingsrecht. Wanneer u zo'n petitie tekent, is het dus niet altijd duidelijk waarvoor je gegevens worden gebruikt, waar ze worden bewaard en voor hoe lang. Online politieke petities zijn allesbehalve transparant en op die manier roepen die petities toch wel vragen op. Ja, wie nog meer wil horen over deze praktijken, wel, die kan daarvoor terecht op de podcast Het Uur van de Waarheid of op onze website 14nieuws.be. En dan heb ik nog wat sportnieuws. Op het EK basketbal zit het verhaal van de Belgische mannenploeg erop. Tegen een van de titelfavorieten, Slovenië, kon de ploeg lang gelijke tred houden. Maar uiteindelijk moesten de Belgian Lions toch hun meerdere erkennen in de Slovenen en hun sterspeler. Slovenië heeft een ijzersterk speerpunt en dat is de 23-jarige Luka Doncic. Een van de smaakmakers van de NBA doet het ook voor zijn land naar behoren. Dankzij zijn driepunters lopen de Slovenen goed uit. Maar de weerbare Belgen vechten meteen terug. Ah, prachtig! Ze beginnen zelfs te scoren en kunnen Doncic zelfs af en toe afstoppen. En zo blijven de Lions in het spoor van de Slovenen. Halfweg staat het 44-41. Ook in het derde kwart beperken ze hun achterstand tot 3 punten. Het geloof in hun stunt groeit. In het laatste kwart komen de Lions zelfs even op voorsprong. Doe maar tegen Doncic. Hij doet het, hij doet het. Hij legt hem erin. Maar dan is er de Dekselse Doncic die in zijn eentje de situatie herstelt voor de Slovenen. Hij scoort vandaag in totaal 35 punten. Djerga, coach van de Lions, wordt er gek van. Hij en zijn team geven zich gewonnen met 88-72 en zijn uitgeschakeld. De Belgische basketbalmannen kunnen wel met trots terugblikken op dit EK. En in het voetbal heeft KV Mechelen KV Kortrijk verslagen met een duidelijke 1-4 op het scorebord. Oostende won ook zijn duel thuis tegen Eupen. En op het veld van Serein pakte Club Brugge de overwinning. Door de 0-2 kunnen de Bruggelingen een mooie 15-15 voorleggen en gaan ze voorlopig ook naar de tweede plek. En zo net is de wedstrijd tussen OA Leuven en Charleroi ook afgelopen. 3-2 was daar de eindstand.
I'm a medical doctor and I've got a very stressful work, so this gives me completely relax. I can focus on it. And the most important is to catch the flight in your camera. Ja, het luchtruim boven het noorden van Limburg is dit weekend dan ook gevuld met gebrul en acrobatie van vliegtuigen en helikopters. En dat voor de internationale vliegshow Sanicol in Hechtel-Exel. En een van de blikvangers was de F-35. Dat is het nieuwe gevechtsvliegtuig dat de Belgische luchtmacht heeft besteld als opvolger van de F-16. De Belgische luchtmacht is present met het grote werkpaard, de gigantische Airbus A400M. De duizenden bezoekers trotseren er bakkenregen voor. De show is ontstaan als een familiale show ter promotie van de luchtvaart en is snel uitgegroeid tot een internationaal evenement waarop militaire demogroepen uit verschillende landen graag naartoe komen. Turken, Amerikanen, Zwitsers. Ik ben vogelfotograaf. Normaal fotografeer ik vogels en... Dit zijn stalen vogels. Dit zijn stalen vogels, ja. En even fascinerend? Ja, totaal anders. Tot iets meer voorspelbaar. Maar fantastisch. Hè? En dit is echt uniek, hè, deze plaats. En dan voor velen de hoofdvogel van vanavond, de F-35. Het nieuwe type gevechtsvliegtuig dat ons land besteld heeft. De eerste levering is voor 2025. Hier wordt hij in primeur op een Europese show gedemonstreerd. Uiteraard was het voor de F-35 dat ik hier ben gekomen. Om toch eens eindelijk een blik te kunnen krijgen op onze vervanger van de F-16. Ik vind het kei tof met zo die trillingen dat je voelt en zo. Al het geluid. Ja, en de show is kei tof. En het werkte inspirerend voor jonge mensen dat aan de joystick van dit toestel een jonge vrouwelijke piloot zit. Dat vind ik wel cool, dat vrouwen daar ook voor kunnen gaan. Dat doet me wel iets, ik weet niet. Dat lijkt me wel interessant. Dus ja, misschien iets voor mij later. Ja, piloten in spe. Dan heb ik nog het weer. We hebben een erg wisselvallige dag gekregen met opklaringen, wolken en buien. Lokaal zelfs een onweer. Nu vannacht verdwijnen de buien naar het oosten. Later krijgen we lage bewolking, lokaal ook nevel en mist. Minima tussen 16 en 11 graden. Morgen is er eerst hardnekkig ochtendgrijs. Later komt de zon er wel door. Blijft meestal droog met maximaal rond 22 graden. En we eindigen dit journaal met nieuws uit ons eigen koningshuis. Want de oudste dochter van prinses Astrid en prins Laurens, Maria Laura, is vandaag in het huwelijksbootje gestapt met de Frans-Britse William Isfi. Kies, 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 kies. Ja, die kus, dat hoort erbij op je trouwdag. Dat weet Maria Laura nu ook. Vanmorgen trouwden ze voor de wet in het stadhuis van Brussel. Deze namiddag volgde de kerkelijke plechtigheid in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal. Een sprookjeshuwelijk, zoals dat gaat met prinsen en prinsessen. Zo, ik wens u een goede nacht en heel graag tot morgen.